Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog van Fysio Maaike op dit leuke YouTube kanaal. Onwijs leuk dat je weer kijkt. Welkom nieuwe abonnees, welkom bestaande abonnees. En vandaag ga je alles leren over wat te doen tegen weinig spierkracht hebben in je handen. Daar ga ik jou vandaag alles over vertellen. Nou, ben je nog niet geabonneerd? Druk hieronder op abonneren en eventueel op het belletje. En dan blijf je op de hoogte van een nieuwe vlog die ik post op maandagochtend. En de woensdag wist je datjes natuurlijk. Hey, ik heb hier een hoop mensen in mijn praktijk in Zoetermeer die dingen uit hun handen laten vallen. He, die dus de kracht missen, zoals een pot niet kunnen openen. Kracht missen in hun handen om iets te kunnen doen wat gewoon heel erg handig is in het dagelijks leven. Of moet in het dagelijks leven. En ze die kracht niet hebben. Nou, er zijn natuurlijk specifieke coördinatieoefeningen voor de handen. Kun je altijd doen. Dit soort dingen. Opponeren, reponeren. Nou ja, met de handen, met de duimen, et cetera. Maar de handen hebben natuurlijk, de vingers hebben natuurlijk ook spieren. We hebben hier spieren, we hebben hier spieren, we hebben overal weer spieren. En die kun je ook allemaal trainen. Dus je kunt ook de spieren in je handen trainen. En dat weten heel veel mensen niet. Of ze doen het niet. En dat wil ik je meegeven in deze vlog. Wat te doen tegen dingen uit je handen laten vallen. Geen spierkracht hebben in je handen. We hebben thuis vast wel ergens allemaal een stressballetje. Zo'n soort balletje waar je in kunt knijpen. Dat is wel het idee van een stressbal. Op het moment dat je die vastpakt en je gaat heen en weer... Dus je knijpt. Ik zal even dichtbij halen. Je knijpt in deze bal, deze stressbal. Dan train je al heel erg goed je onderarmspieren, maar ook je handspieren. Geen coördinatie is hiervoor nodig verder. Ja, we hebben altijd coördinatie nodig, maar niet specifiek. Maar coördinatieoefeningen zijn echt andere oefeningen. Maar dit is echt gewoon spierkracht. Ik zou het niet de hele dag doen, want het is best wel vermoeiend. Dus ik zou, net als dat je een biceps traint, of een triceps, of iets anders in je lichaam, ook dit trainen in series. Bijvoorbeeld 2 series van 10 herhalingen, of 3 series van 15 herhalingen, of alles daartussen. Je pakt hem dus vast en je knijpt. Super goed om te doen om wat kracht in je handen te gaan trainen. Na de eerste serie ontspan je hem ook. Leg het balletje weg, doe hem desnoods in je andere hand. Ook belangrijk, vergeet niet de andere kant van je lichaam. Leg hem even weg, even pauze en dan ga je verder met de tweede ronde, met de tweede serie. Heel erg belangrijk. Dus dit kan je zeker doen, dit heeft iedereen vaak wel thuis. En anders staat op mijn site fysiomaaike.nl/materialen staan ook de balletjes. Nou, wat je ook kunt doen, dat is iets specifiekers, dat is echt je handen en je vingers trainen met deze. Een rode, die is wat lichter, en een zwarte, die is wat strakker. Nou, hoe doe je dit? Je doet hem in je hand, dus vinger 1, vinger 2, vinger 3, vinger 4 en het laatste de duim, vinger 5. En je opent je hand met je heel je vingers en je sluit. Super effectief. Open en sluit. Strek hem dus uit en weer terug. Je maakt dus een spinnenweb. En terug. Er zijn ook van die spinnenwebben überhaupt. Daar kun je ook mee trainen. Veel mensen die bijvoorbeeld klimmen, boulderen, wandklimmen, dat soort dingen. Die hebben dit standaard ook thuis liggen om hun vingers, hun handen, die het is natuurlijk heel erg belangrijk dat die goed kracht hebben, om die te doen. Om die te trainen. Nou, hoe vaak moet je dit nou doen? Ook deze zou ik beginnen met 2 rondjes van 10 herhalingen. Na het eerste rondje dus ook echt pauze. Haal hem er dan van af, doe je andere hand. En dan doe je nog een keertje 10. Of je bent al wat verder en je kunt 3 keer 15 herhalingen doen. Je kunt ook alleen 1 vinger trainen natuurlijk. Hè? Dat kan ook. Ik doe nu de hele hand, maar je kan ook 1 vinger trainen. Die andere, die zwarte, die is een stuk strakker. Dus die is zwaarder. Op het moment dat je zwaarder gaat trainen,
dus van rood naar zwart of met meer gewicht of hè, het is maar net, dit is met meer weerstand, met hoe je het bekijkt, dan doe je altijd een stapje terug in het aantal herhalingen. Dus kun je met die rode 3 series van 15 herhalingen of 3 series van 20 herhalingen, dan begin je met de zwarte met 2 series van 10. Want hij is zwaarder, dus je gaat niet en hem verzwaren, maar wel op hetzelfde niveau blijven met het aantal herhalingen. Dat is gek. Probeer eerst de aantal herhalingen, de series, te verlagen, te verminderen. Ook hier spreid en sluit. Ik voel het nu heel erg bewust, dat hebben jullie natuurlijk niet, tenzij je er 2 thuis hebt. Voel je natuurlijk dat dit veel strakker is. Dus je zal ook in eerste instantie, als je die andere 3 keer 15 kunt, zou je deze ook even eerst wat minder moeten doen. Want dat voel je gewoon niet. Je krijgt gewoon spiervermoeidheid. Dat is hetzelfde als met je biceps of met je triceps. Gewoon heel erg belangrijk. Als pauze kun je gewoon, laat hem los, eventjes schudden of eventjes ontspannen. Leg hem ook even gewoon neer op je handen bijvoorbeeld, of hier op je bovenbenen bijvoorbeeld. Hè. Leg je ze gewoon even neer. Even ontspannen ook. Ook belangrijk. Want we zijn de hele dag door met onze handen bezig. Dingen pakken, dingen aangrijpen, dingen doen. Heel erg belangrijk om ook rust te hebben met je handen. En dan kun je de spierkracht gaan trainen met een balletje of met echt een spinnenweb. En dan kun je heel erg vooruit gaan en dan krijg je wel die pot open, bijvoorbeeld. En dan laat je niet meer iets uit je handen vallen. Dit was de vlog voor deze week. Wat doe ik tegen dingen uit mijn handen laten vallen en geen kracht in mijn handen hebben? Nou, daar heb je genoeg tips en tools en ideeën voor gekregen. Ga ze zeker doen als het voor jou van toepassing is. En laat een reactie onder hierachter als je dat wilt. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien bij een nieuwe vlog of een wist je datje. Tot de volgende!